We gaan weer naar onze kunstafdeling toe. Want we hebben een maand geleden kennis gemaakt met Nico Keller. Die kwam binnen met allemaal boten, grote boten. Sommige die kunnen ook echt varen. En hij heeft er eentje achtergelaten hier. Een boot waarvan we mogen zeggen van er is ontzettend veel belangstelling voor geweest. Want iedereen die keek had, hey, is dat de Batavia? Of is dat een afleiding van de Batavia? Nee, dat is geen afleiding van de Batavia. Het is een Engelse zeevaarder. Hè? Ja. Nico, goedemorgen. 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 Het is een van de eerste linieschepen eigenlijk met veel wat in de zeevaart met kanonnen en dergelijke gebruikt werd. Ja, ja. Vooral in de oorlog tussen Engeland, Frankrijk, Spanje. Ja, een schip met ontzettend veel detail zijn we ook achtergekomen. Mensen hebben daar echt soms wel 10 minuten naar staan te kijken hier, hoor. Ja, er zijn mensen die ook nog wel langer kijken en dan nog niet alles zien. Nee, ja. En het is ook heel voorzichtig lopen hier, want we willen hem niet omgooien. Nee, maar staat redelijk veilig. We hebben hem een beetje op afstand gezet ook. Ja. Nou, hij heeft hier een maand gestaan. Heb je er reacties op gehad? Nou, zelf weinig. Ja? Je hoort wel veel van, oh ja, ik heb het gezien, mooie dingen. En, en zoals nu afgelopen weekend in Hilversum een open dag gehad van de modelbouwvereniging waar ik daar lid ben. Ja. En daar zijn toch wel in 2 dagen een paar 100 mensen echt naartoe gekomen. Ja. En die hadden je allemaal hier zien exposeren? Nee. Hoewel ook mensen hier uit de polder daarheen geweest zijn om te kijken. Ja, nou, mooi. Dat is wel leuk. Ja. Maar hij mag zo meteen weer terug met jou mee naar huis. Ja. Krijgt hij weer een mooie plek? Of gaat hij ergens anders heen? Hij staat bij mij in de woonkamer onder een hele grote kunststof kap heb ik gemaakt. Ja. En daar zit LED-verlichting in. Oh, mooi. En dat brandt eigenlijk altijd. Ja. Dus, en hoe ga je hem zo vervoeren dan? In een soort in een tas, een boodschappentas? Of, dat lijkt me niet. Hè? Dat kan niet. Nee. Ik zet hem in de bus. Ik heb een camperbus bij me. Ja. En dan schuif ik hem in. Ja. Dan staat hij ook weer een beetje veilig. Goed. Ja. We hebben heel veel zitten te bekijken. En op een gegeven moment kwam er iemand tot de ontdekking dat er een bepaald cruciaal ding ontbreekt. Dat kan. Het is een model. Ja. En bij modellen moet je altijd een compromis sluiten. Maar het rad, het stuurwiel. Ja, dat hebben we nergens kunnen ontdekken. Nee, dat zit bij dat schip daar binnenin. Oh, zit het erin? En, ja. Oh, vandaar. Dat, maar konden ze dan op dat soort schepen gewoon ook van binnenuit varen? Ja, vanaf de brug werd het dan aangegeven. Oh, vandaar. En die kon dan ook daar nog over het schip heen kijken, waar die achterste raad, die schuin naar beneden staat. Ja. Daar eigenlijk, van daaruit, was er uitzicht. Oh, vandaar. En er zat ook nog het eerste sturing. Dat was eigenlijk een lange stok, hè, naar beneden toe. Ja, ja, ja. Dat, nou ja, zo zie je maar weer, weet je wel. Wij dachten iets ontdekt te hebben, maar het is gewoon een ander detail. Maar gaat hij zo weer de schuur in of gaat hij ergens, staat hij dan ergens prominent? In de woonkamer staat. Gewoon in de woonkamer? Ja, in de kast met LED-verlichting. Oh, oké, okay, mooi. Nou, hij staat eigenlijk voor het raam. Van buitenaf kun je hem ook zien. Oké. Okay. Ja. Zeg je van, nou, ik kom binnenkort nog eens een keertje terug, want ik heb ook nog wel een ander mooi schip wat hier mag komen te staan? Verschillende andere schepen. Ja, ja. Ik ben nu er eentje aan het bouwen. Dat is een kustwachtschip. Dat is eigenlijk een modern schip. En die is bijna 2 keer zo, 1,80 meter. Is nog groter. Ja, en die kan echt varen, ook radiografisch en dingen. Maar dat duurt nog 4 jaar voordat die klaar is. Ik ben er nu 3 jaar aan het bouwen. Zie je wel, ik wist het. Ik ben ermee begonnen toen de eerste corona uitbrak. En toen zat ik toevallig in Portugal, in een huis van een kennis. En dan kon ik blijven zolang als ik wilde. Hmm. En toen heb ik tekeningen op laten sturen die ze verkeerd afgedrukt hadden. En toen werd die dus schaal op 1,25 in plaats van 1 op 100. En je dacht op een gegeven moment tijdens het bouwen van, het zijn wel erg lange latjes die ik eigenlijk moet hebben. De tekening hadden ze al afgedraaid. Oh. Dus ik heb de tekening op de wand gezet, hout gezaagd en ik ben gaan bouwen. Ja. Want ik bouw alles eigenlijk in hout. Mooi. Balsa hout? Of? Nee, dat is allemaal, zijn allemaal verschillende soorten hout. Maar wat ik zelf bouw is eigenlijk allemaal met mahoniehout. Oh, mooi. Mooi. Saskia, wat vind jij ervan? Want jij bent onze nieuwe kunstenaar. Ik doe het niet na. Het is een kunstwerk natuurlijk. Hè? Ja. Het is, En heel veel geduld en precisiewerk natuurlijk. Ja, sommige dingen die doe je 3 keer. Nee, het gemaakt, dan is die goed. En dan waar we ook ons af zaten, ik weet niet hoe je dat noemt, die trapladders, zeg maar, die touwladders aan de zijkanten. Is dat ook allemaal stuk voor stuk gemaakt of haal je dat per netje? Nee, het is allemaal met de hand gemaakt en geknoopt. Ook met de hand geknoopt? Ja. Wat een monniken. Gewoon met 2 pincetjes, net als een chirurg. Heb je ooit nooit zo'n moment dat je denkt van, nu even niet, weg? Ja, ik zou dat heel prikkelig. Dan pak ik wat anders. Ja?
Kijk, al die kleine onderdeeltjes die erop zitten van... dat beslag op de zijkant ook, dat is allemaal goud. Dat is allemaal een centimeter, soms nog kleiner. Mm-hmm. En het is allemaal 2-3 kleuren. Ja. Dus ja, en het is allemaal... van dat dit een bouwdoos geweest is... Ja. Is dat allemaal van het gietaluminium en spul. Of geperst van zink. Wat heeft dat voor waarde? Die bouwdoos, dat is een serie geweest. Alleen de aankoop daarvan is al om €1200. Zo. En dat zijn dan 135 delen, €8. Nou, dus, we hebben er ontzettend van genoten, Nico. Je mag hem zo meteen weer mee dankjewel. Huis nemen. Ja. En we gaan Saskia van Huisstede gaan wij verwelkomen als de nieuwe kunstenares die hier gaat exposeren. Het is niet zoiets als dit, hè, wat we hebben gehad totaal van Nico. Totaal anders. Totaal anders. Nou, wat dat is, dat gaan wij zo meteen meemaken van jou, want dan mag je het binnenbrengen. En Nico, dankjewel. Ja. En waarschijnlijk tot de volgende keer dan, hè? Als jullie ergens mee zitten of doen, dan bel maar, ik breng wel wat. Oké, dat is goed. We hebben genoeg. Dankjewel. Er is veel meer in hobby van mensen wat je eigenlijk niet weet. Nee. Waar ze thuis mee bezig zijn. Ja, nou, want dat willen we graag via dit onderwerp en willen we dat graag weten. Dat is wel allemaal leuk dat de mensen dat zo onbekend doen. Een heleboel mensen weten het gewoon niet. Nee, klopt. Dus ze weten ook niet wat ze kunnen. Nou, maar je moet er echt even voor gaan zitten. Ja, je moet het idee hebben en dat je wat wil doen. Oké, goed. Nico, jij gaat zometeen ook meemaken wat Saskia heeft gemaakt. En dat gaan we dan thuis en op de radio gaan we dat ook meemaken. Oké. Als je een tv hebt, zet hem dan even aan. En als je radio luistert, luister dan heel goed. Want we zijn weer begonnen met Mijn Kunst, de wisseling van de wacht. We hadden net Nico Keller. Die heeft zijn prachtige schip van de sokkel gehaald. Is de studio uitgevaren? Die is de studio uitgevaren. En we gaan nu praten met Saskia Huisstede. Saskia. Sorry? Van Huisstede. Van Huisstede. Saskia van Huisstede. In het dagelijks leven kunstenaar, wat doe je? Nee, ik heb een praktijk voor natuurgerichte therapie. Ik geef massages, healingen, gezondheidsadviezen. En sinds 2 jaar ben ik ook bezig op een creatieve manier. Mm-hmm. Ik ben begonnen bij School in de Kunst. Heb ik een aantal seizoenen gezeten. Vond ik erg leuk om te doen. En daardoor heb ik ook inspiratie gekregen om dingen dus uit mezelf te gaan maken. En deed je dat daarvoor nog helemaal niet? Jawel, ik heb 2,5 jaar op de kunstacademie gezeten. Oh, ja. Richting publiciteitsvormgeving. Maar dat was eigenlijk niet mijn ding, dat vond ik te commercieel. Publiciteitsvormgeving, dus reclame? Ja, dat is dus het punt. Dus ook een beetje logo's ontwerpen. Daar hikte ik tegenaan, zo van dat was niet mijn ding. Nee. Maar de vrije kunst, dat vond ik weer gewoon te groot. En daarvoor had ik niet de inspiratie, zeg maar. Dus nou, nu geleidelijk aan pak ik het eigenlijk weer terug. En kom ik weer op ideeën. Dus, ja. En wat is dan de balans met je werk en de kunst? Nou, dit is echt in de vrije tijd, zeg maar. In het weekend of zo. Oké, maar dan zit je dan het hele weekend? Of is het een paar uurtjes soms, en dan ga je boodschappen doen? Maar soms gewoon een dag. Oké. Okay. Kun je ons vertellen wat het is? Ja, ik heb me eigenlijk laten inspireren door de Mexicaanse kunst. Ik vind het heel erg leuk om door verschillende culturen geïnspireerd te worden. Zij omlijnen alles en gebruiken veel kleuren. Ja. Dus, ja. Want wat voor tafereel zien we hier? Ja, eigenlijk een SeaWorld, hè? Ja. Zo noem ik het. Ja, want we zien ja. Zeepaardjes. Wat zien we nog meer? Vis, een kwal, een ster, een schelp. Wolven. Een inktvis, zeg maar. Maar het origineel staat ernaast, hè? Ja, het origineel staat ernaast. Nou ja, mijn bedoeling is uiteindelijk, van wat ik hoop... is dat ik mijn kunst zou kunnen verkopen. Maar als ik alleen het origineel verkoop, brengt dat weinig op. Maar het origineel heb jij ook zelf gemaakt? Het origineel heb ik zelf gemaakt. Dat is het kleine wat er klein, op A4. Ja, en ik heb het laten drukken op canvas. Je kan het op allerlei materialen laten drukken. Mm-hmm. Dus daar zijn een legio mogelijkheden voor. En in die zin, ik wil ook een deel van de opbrengst bestemmen... voor een project op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie. Mm. Dus ja, als ik het origineel verkoop, dan heb ik natuurlijk maar weinig opbrengst. Ja. Dus dit kan ik reproduceren tot... Toch oneindig. Ja, er staat geen naam van jou op, geloof ik, hè? Ik heb er SVH onder gezet. Mijn naam is nogal lang. Dat staat in de rechterhoek, zeg maar. Oh ja, dat valt. Dus ik heb gewoon mijn initialen. En de achterkant is de bedoeling dat ik op mijn werk mijn volledige naam zet. Maar even voor de mensen die nu in de auto zitten. Het is dus een tafereel van onder water. Het is heel kleurrijk. Gele vissen en ik zie hier ook roze golven. Roze-rood. Het is heel erg fel qua kleur. Ja. Wat heb je doen inspireren om dit te gaan schilderen?
gewoon, ja, dit kwam vanuit mezelf. Nou ja, wat ik dan wel doe is, ik kijk op internet naar allerlei soorten kunstwerken en kunststromingen, zeg maar, verschillende culturen. En toen op een gegeven moment kwam ik op dit idee. Dus, je hebt niks met de zee in principe? Nee, maar de natuur inspireert me wel. Okay. Dus dat is wel een van de onderwerpen, zeg maar. Ja. En daar ook dat je met de opbrengst eigenlijk weer een deel terug wil geven, ja, aan de natuur. Ja, maar ik maak heel divers werk, dus ik wil ook nog een keertje terugkomen. Ja. Maak je ook geen opdracht? Nee, zover ben ik nog niet. Nee. Dan kom je eigenlijk weer een beetje op het commerciële terug, hè? Ja, nou ja, kijk, dat zou misschien leuk zijn in de toekomst, maar dat weet ik nog niet of dat mijn ding is. Nee. Wat vind je ervan, Nico? Want het is totaal iets anders wat jij doet natuurlijk. Ja, maar ja, ik schilder ook. Ja? Mijn vader is van huis uit een kunstschilder geweest, vroeger altijd. Oh, dus dan kan je dit wel waarderen ook. Dit soort dingen, maar dat heb ik dus vroeger in de 60e jaren op de technische school. Had je ook tekenen en doen en zo. En dan met mijn vader zat ik altijd op de Veluwe natuurtekeningen te maken en te doen. Bomen, struiken, de boeren die aan het... aan het maaien waren. En Saskia, zit het ook bij jou in de familie? In Elburg. Ja, mijn vader die is kunstenaar eigenlijk. Hij was beeldhouwer restaurateur. Als zeg maar beroep, de restauratie van kerken. In Amsterdam, Oude Nieuwkerk, vaak gezeten. En in zijn vrije tijd schilderde en beeldhouwde hij. Dus het zat wel in de familie. Het was eigenlijk ook een beetje de verwachting dat ik zonder meer deze kant op ging. Maar ja, dat heeft toch een soort tijd nodig gehad voordat ik echt weer dit opgepakt heb. De overeenkomst hebben jullie dus, hè? Het is eigenlijk een beetje in je familie. Ja. Gaat het bij jou nog meer vormen aannemen of blijft het alleen bij het schilderen? Dat is het punt. Ik vind van alles leuk. Dus ik vind het ook heel erg leuk om allerlei... Ik wil me ook niet vastleggen op één stijl. Het is voor mij allemaal nog in ontwikkeling en ik zie het als een groot avontuur en ik wil ermee spelen. Dus ik vind het leuk om allerlei technieken en materialen uit te proberen. Misschien ook iets in klei of dat soort dingen te maken. Of het kenmerk van een creatieveling, hè? Je wil altijd wat anders. Ja. Je wil altijd wat nieuws. En beter. Ik zie wel of het ooit de stijl wordt. Ik zou het ook heel erg leuk vinden om abstract en intuïtief te gaan schilderen. Oké. Okay. Dus het is niet altijd zo kleurrijk, kan ook heel anders zijn. Nee, het is soms ook zwart-wit. Ja. Of grijs. Ja. Of als we kijken naar dit werk, omdat je zegt, ik verkoop het ook. Wat heeft dit voor een waarde? Ja, nou ja, kijk, weet je, dit is... Want dat is natuurlijk even de vraag van waar past dit? Eigenlijk zou ik dit dus heel leuk vinden, bijvoorbeeld voor een kinderkamer. Ja. Alleen dan is dit weer een te dure prijs, omdat zo'n canvasdoek ook al €50 kost om het te laten maken. Dus nou ja, kijk, dan minimaal €100 wil je er €50 aan overhouden. Oh. Maar bijvoorbeeld voor een Mexicaans restaurant of een visrestaurant is het misschien wel leuk om. Ja. En misschien nog veel groter. En voor een kinderkamer is het heel leuk om daar posters van te maken, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zijn allerlei. Ja, je kan het op kussens en op mokken laten drukken of whatever. Alles kan tegenwoordig. Ja, hè? Ja. Nou, we laten het een maand hier staan. Het origineel neem ik wel mee terug. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ja. Kunnen we jou vinden via de website? Heb jij zelf een website? Nee, volgend jaar wil ik dus een website starten met van Arts for Nature. Dan denk ik dat ik een serie heb wat een beetje op die website geplaatst kan worden. Want ik ben nog maar kort bezig, dus ik heb nog niet zoveel materiaal. Oké, goed. Nou, we gaan jou in de gaten houden. En mensen kunnen het bij ons dus ook een maand zien. De reproductie dus op canvas. En over een maand spreken we jou weer en dan kom je het ophalen. Ja. En dan hebben we weer een nieuwe kunstenaar. En Nico, dankjewel ook voor jouw komst met de boten. Graag gedaan. En misschien wellicht ook tot in de toekomst ergens. Ja hoor. Dankjewel. Allebei. Nog genoeg. Dankjewel.